Ze zeggen bij ons altijd, we gaan kabiet schieten. En dat bij ons is het Overijsselse Hasselt. Hier is een van de grootste melkbusverkooppunten van Oost-Nederland. Dit is een mooie bus. Dat is een 30 liter bus. He? Favoriet onder de mensen die kabiet schieten. He? Dat is echt waar, dan praat je over de top van de melkbussen. Bij mij is het zeer belangrijk dat een bus er goed uitziet. He? Mag van binnen wel wat roest hebben, maar er mag er geen blaren in zitten. De bodem moet goed zijn, hij moet kabietwaardig zijn om te schieten. Het hele jaar door verzamelt Rijn ter Brugge melkbussen in alle maten. Om zo aan het eind van het jaar een ruime voorraad te hebben voor de verkoop. Mijn zoekgebied is heel Nederland. Vanaf Hasselt rijken naar Limburg toe, naar Brabant toe, Rotterdam. Het maakt niet uit. Als er maar bussen zijn wat mij interessant lijkt, haal ik het op. Wat geschilderd is, komt bij mensen privé vandaan. He, dat heeft dan in de gang gestaan, daar heeft een parapluutje of ter decoratie gestaan. Wat hier links staat, ja, dat heeft een keer buiten gestaan. Of in een schuur. Maar is het de staat waar ik mee uit de voeten kan, dan neem ik het mee. Dit is anders. Wij schieten zelf, schieten wij RVS. Waarom schieten wij RVS? Omdat daar geen onderhoud aan zit. 25 liter, voor kinderen echt een aanrader. Dit is echt voor kinderen? Ja, kinderen, ook volwassenen schieten hiermee. Ik had hier vorig jaar 88 stuks van. Dit is in nog geen week was dat uitverkocht. Ik heb ze naar Utrecht, Kanaleiland opgestuurd. Ik heb ze naar de Jordaan, Rotterdam, Den Haag. Je kan niet gek praktiseren, ik heb ze op mogen sturen. Mensen zijn nog enthousiast over de bus, omdat daar geen onderhoud aan zit. Je spoelt hem schoon en voor volgend jaar heb je weer een bus. Hoe bepaal ik een prijs? Nou, de staat van de bus wordt de bus verkocht. Hoe mooier de bus, hoe betere kwaliteit, des te hoger de prijs. Kijk, we hebben hier ook RVS staan. Dat is 40 liter, 60 liter, 50 liter. Dat zijn bussen, die koop je voor je leven. Dan hoef je nooit meer een bus te kopen. En ik zeg ook, dit moet op de wereld erfgoed. Dit moet niet meer verloren gaan.